beloften die ze gedaan hebben moeten breken. Laat ik één voorbeeld geven wat de heer De Graaf zelf ook raakt in de gemeenteraad. De buschauffeurs, daar zit hij achter gaan staan. Daarvan hebben ze gezegd van wij gaan niet privatiseren. Hij heeft ze als een baksteen laten vallen. En ook als het over veiligheid gaat, in het programma van de PVV stond 12.000 agenten erbij. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je in een gedoogakkoord daar niet terecht komt. Kom je op 3.000 agenten terecht. Maar hoeveel zijn het er geworden? Precies nul. Om het over de veiligheid in de wijken nog maar te hebben, want daar gaan er nog 500 van af. Ja. Dus er komen er minder. Ja, ik geloof dat de heer Cohen ook zijn eigen partijprogramma van vorig jaar bij de verkiezingen niet kent. Want als het gaat om... Nou, wij investeren bijvoorbeeld in verplegers, maar de heer Cohen met zijn partij die investeert in veelplegers. En de veiligheid is juist bij de PVV in erg goede handen. Daar strijden we iedere dag voor. Daarnaast inderdaad het verhaal met de buschauffeurs, dat doet zeer. Daar heeft de heer Cohen wel een punt. Wij waren tegen die aanbesteding.